Goedendag, welkom bij het RTW Arnhem Nieuws van vrijdag 26 februari. Met vandaag: drugsgebruik onder scholieren flink toegenomen. Arnhem telt de meeste werklozen. En er komt voorlopig geen stadstrand. Steeds meer jongeren tot een jaar of 18 in Arnhem gebruiken steeds vaker softdrugs. Blowen is vooral toegenomen rond scholen, blijkt uit een onderzoek van Iris Zorg, de organisatie voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang in Arnhem. Volgens onderzoekster Bianca Lubbers gaat het om een explosieve stijging en is de toename erg groot. Ook zouden scholieren op het schoolplein zijn betrapt op het dealen van drugs, zo zegt ze in Gelderlander. Iris Zorg deed een onderzoek op verzoek van de ChristenUnie in de gemeenteraad. De ChristenUnie maakt zich grote zorgen over die toename. En in de radio-uitzending van Arnhem Actueel komende maandag tussen 12 en 1 is er een interview hierover te horen met Bianca Lubbers van Iris Zorg. Arnhem telt nog steeds de meeste werklozen van Gelderland. Het aantal mensen zonder werk is in Arnhem vorig jaar weliswaar gedaald, maar de Gelderse hoofdstad staat nog steeds op nummer 1. Blijkt uit cijfers van de datajournalistieke nieuwsdienst Local Focus op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nijmegen staat op de tweede plaats, gevolgd door Doesburg. In alle gemeenten in de regio, behalve Doetinchem, nam het percentage werklozen ten opzichte van de beroepsbevolking af. Jammer voor de zonaanbidders, maar er komt geen strandpaviljoen op de stadsblokken in Arnhem-Zuid. Volgens Robin Hagen, evenementenorganisator en initiatiefnemer van zo'n strand, ligt het niet aan hem. De gemeente zou dwars liggen en een ontmoedigingsbeleid voeren, zegt hij in de Gelderlander. Hagen wilde op het stuk tussen de voormalige ASM-haven en de John Frostbrug een tijdelijk strandpaviljoen bouwen van 300 vierkante meter, met een stadstrand en horeca, geschikt voor feesten en partijen. De gemeente zegt het allemaal een prima idee te vinden, maar wil eerst kijken naar het effect van zo'n stadstrand voor het gebied en voor het verkeer. Maar Robin Hagen lijkt het bijltje erbij neer te gooien en is bang dat er na de onderhandelingen met de gemeente maar een klein strandje overblijft. Het informatiepunt van de NS in de hal van het nieuwe station is een doorn in het oog van de architect van die hal, Ben van Berkel, en zijn ontwerpbureau UN Studio. Volgens het ontwerpbureau is het een lelijk hokje en is er in het ontwerp van de hal niet in zo'n hokje voorzien. Uiteindelijk beslissen de gemeente Arnhem, de NS en ProRail over wat er allemaal in die stationhal komt, maar ze zijn wel in gesprek met het ontwerpbureau om een oplossing te vinden. Volgens de NS valt het informatiehokje wel goed op in de hal. De leden van Provinciale Staten beslissen woensdag 2 maart of ze 20 miljoen euro gaan uittrekken voor de restauratie van de toren van de Eusebiuskerk. Er is een publieksactie gestart van liefhebbers van de toren. Die willen dat de Arnhemse burgers een mail naar Provinciale Staten sturen voor komende woensdag met het verzoek om het geld voor de restauratie te geven. Als u dat ook wilt, kunt u een mail sturen naar statenleden@prvgld.nl. Dus statenleden@prvgld.nl. En PRVGLD staat dan voor Provincie Gelderland. Tot slot het weer. Het was bewolkt vandaag, maar de zon liet zich ook af en toe zien. In het weekeinde steekt er een stevige en schrale wind op uit het noordoosten en voelt het veel kouder aan dan de 5 of 6 graden op de thermometers. Blijft wel droog. Maandag weinig verandering. Bedankt voor het kijken naar RTW Arnhem. Fijne dag en tot morgen.